Goedenavond allemaal. Het is bijna 7:30. Dus het is deel 3 eigenlijk. Nou, geen deel 3, maar het is de derde live uitzending van vandaag. Even kijken of ik hem ietsjes nog kan. Nou, zo moet het maar. De derde live-uitzending van vandaag, ons paasfestival. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Dat we toch, jullie een beetje bezighouden met allerlei workshopjes en uitlegsels en van alles en nog wat. Wij gaan, ik ga vanavond een workshopje geven. En dat gaan we doen met heel veel artikelen van fasen erbij. Dus het wordt ook een soort een demootje erbij. En ik ga werken met het papier Garden of Love. Dat is, moet ik even denken, ik dacht zo'n 2 weken geleden binnengekomen. Kan ook wel een week geleden zijn. Het is in elk geval, noem het maar nieuw. Hij zit zelfs bij mij nog aan één kant dicht. Daar zullen we even iets aan doen, maar dan kan ik het natuurlijk beter aan jullie laten zien. Ik moet even spieken of de verlichting nog goed is, want ik heb nu alleen nog verlichting van buiten. Ik heb helemaal geen lamp aan, dus volgens mij gaat dat nog wel. En anders geef jullie maar een geel, dan doen we de lampen erbij aan. Nou, het Garden of Love, dat is een heel mooi papiertje met rozen, bloemen. Die zitten dan 1, 2, 3 keer in. Er zit ook een her en der goudkleurig stipje bij door. Dan zit er een heel zacht roze papiertje in met wat swirls. Ook 3 keer. Dan een mooie rozige. Je kan ook niet zeggen dat het echt roze is. Het is een beetje abrikoosachtig. Ook weer met een glimmertje erin. Dan zit er een in met groene takjes. Dan hebben we nog een rozige met wat goud aan de boven- en onderkant. Ook 3 keer. Dan een met helemaal een mooie cirkel van de rozen en de bladeren. Ook 3 keer. Dan een met en stipjes en script en de bloemen. Het is een heel dik paperpad, er zit heel veel in. Een houtstructuur, ook altijd handig vind ik. Eentje met heel veel gouden blaadjes. Eentje met roze rozen en een beetje, die heeft ook wat die andere roze kleur, die zalmachtige kleur. Dan een script in goudkleur, een ander soort rozen door een houtstructuur. Dan nog een heel zacht rozig roosje met gouden rozen erin gestanst. En dan hebben we nog weer een beetje abrikoosachtig, zalmkleurig roze, vlekkerig vel met wat wittige script. En volgens mij, nog een setje, alles door elkaar, de rozen, een beetje goud, een beetje bladeren. En als het goed is, zijn dat dan de laatste 3? Nee, er zit nog meer in. Een witte houtstructuur, ook die 3 keer en dan is het echt op. Het is dus echt een heel dik paperpad van 15,2 bij 15,2. Het is 180 gram papier, dacht ik, uit mijn hoofd. 180 gram papier. Nou, daar ga ik mee aan het werk. Ik zie wel dat ik toch even de niet de camera, maar de lamp aan gaan doen.
Dan wordt het toch net iets, iets duidelijker allemaal. Dan heb ik daarbij uitgezocht een basispapiertje. En ik heb dit keer gekozen voor groen. En dat is groen van Craft Emotions. Die vond ik er wel heel mooi bij. Dat is de 001230-1010. Maar die komen allemaal in het lijstje te staan met gebruikte materialen. Alles wat ik ga gebruiken staat daar straks in. Er zal ook wat, ik zal ook wel wat laten zien wat niet in het lijstje staat. Maar dat komt dan ook wel weer in orde. Ik vind het altijd lastig om van tevoren te zeggen van wat ga je allemaal gebruiken. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Nou, daarmee heb ik dus een klein patroontje ontworpen van een kaart met flappen. Ik ga hem zelf helemaal vanaf het begin maken. Daarvoor pak ik eerst even kijken, eerst even een plekje voor dit. Soms heb je een beetje te weinig plek, hè? Ik begin natuurlijk eerst met mijn snijmachine. Nou, ik ben in de luxe positie dat ik er twee heb. Eén in het, de nieuwe kleur mint. En één in de witte. Dit was de eerste. Ik zie dat het zonder licht was het beter, hoor ik net. Maar dat kan ik... Ja, ik ben bang als ik het licht uitdoe dat het helemaal niet meer te zien is. Want het wordt hier nu echt donker. Dit was dus de eerste. En later kwam er één in het kleurtje mint. Nou, het is maar net wat je mooi vindt. Ze zijn allebei exact hetzelfde. Wat is er nou zo fijn aan die machines? Althans, vind ik heel fijn. En ik denk haast wel meerdere met mij. Dit is de basisplaat 15,5. Dit is de grote maat. De breedste, zeg maar. Hij is ook in 11,5. Dat is de smalle. Zelf vind ik de 15,5 fijner, omdat ik toch vaak creaties heb met kaarten die al een basis hebben van zo'n 15 centimeter. Dus die hoef je dan niet meer meteen uit te schuiven om die groter te maken. Dus de 11,5 is er. En er is zelfs nu ook nog een smallere. Ik dacht een 8 of 9 centimeter. Maar dat durf ik even niet uit mijn hoofd te zeggen hoe groot als die is. Maar er is nog een smallere. Maar ik ga het liefst voor de bredere. Omdat dan de basisplaat al een mooie maat heeft van 15,5. Nou, in de ril- en snijmesjes zitten streepjes. Ik zal even kijken of ik dat mooi kan laten zien. Ik heb hier nog wel één liggen zonder. Of het lukt, weet ik niet. Ik ga even kijken hoe ik dat kan aanwijzen en zo. Zo zit het mesje erin, in de machine. En dan heeft het dus streepjes aan de bovenkant van het blokje. Maar ook aan de zijkant, daar zitten wat gleufjes in getekend. Daarmee kun je dus eigenlijk snijden tot een bepaalde diepte. Dus zeg maar, je hebt bijvoorbeeld nou, even kijken of hier zo wat heb liggen. Een papiertje van 10 bij 10. En die wil je tot en met 5 centimeter insnijden op 5. Dan leg je hem op 5 centimeter. Doe je dat deurtje dicht. En dan snij je tot 5 centimeter. En dat kun je dan zien doordat daar dus aan de zijkant dat streepje zit. Haal je hem dan open, dan heb je hem tot 5 centimeter ingesneden. En kan je hem dus, nou ja, mocht het ooit ergens voor nodig zijn, dan kan je dat dus heel makkelijk zien met die zijstreepjes. Nou, hetzelfde geldt voor het rillen. Het rilmesje is altijd zwart. En de snijmesjes zijn bij de roze zijn ze roze. En bij de mint zijn ze eigenlijk wit. Maar ik had alleen nog een roze
nieuwe. Dus ik heb er gewoon de roze in gedaan. Past allemaal in elkaar, door elkaar. Goed, dat even over de snijmachine. Ik ga nu beginnen met mijn basis van de kaart. Ik pak daarvoor het groene papier. En dan snijd ik een kaartstok of kraft of wat jullie ook maar hebben. In dit geval kaartstok van 17 bij 17. Nou, en dat stuk, dat gaan we rillen langs alle kanten op 1 centimeter. Dus je legt hem eronder op 1 en dan ga je rillen. Nou, en voor het rillen moet je soms wel een beetje duwen. Gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf. En dan langs alle kanten op 1 centimeter. Je kunt hoeken uit het papier snijden. Ja, dat kan ook. Nou, deze hoekjes die we nu gerild hebben, die 4, die gaan we even schuin wegknippen. Even mijn schade bij. Dus je knipt gewoon die hoekjes zo schuin mogelijk weg. Precies over de kruising waar dus die twee rillijnen elkaar raken. Dus die blokjes, die knip je schuin weg van alle 4 punten. Dan leggen we deze even opzij. En dan snijden we 3 delen kraft of kartstok van 14,8 bij 14,8. Dan moet ik wel een nieuw stuk pakken, want die pijl. Dat het een snijmes is. Als je dat bedoelt op het mesje. Deze bovenop. Dat is een pijltje en dat betekent eigenlijk het driehoekje van het mesje wat erin zit. Er zit een driehoekig mesje in en dat is dus eigenlijk dat dit het snijmesje is. Op het rilmesje, als ik hem eruit kan krijgen zo snel. Soms valt hij eruit en soms... Ja, daar is hij. Op het snijmesje, ik weet niet of dat te zien is, daar zit een puntje op. En dat betekent het bolletje van het rilmesje. Dus dat is het tekentje aan de bovenkant. Nou, even kijken. Ik moest hebben 3 delen van 14,8 bij 14,8. Nou, voor degene die het boodschappenlijstje gelezen heeft, heeft het misschien al klaar liggen. Maar dit geeft jullie even tijd om alles bij te pakken en ondertussen... Kan ik wel snijden, want ik ga toch, wat ik vaak hoor, veel te snel. Even kijken, dat zijn er 1, 2, nog eentje erbij. 14,8 bij 14,8. Volgens mij heb ik iets gemist, maar er zit een liniaal van een soort bredere inkt. Ik kon het niet zo snel lezen, maar volgens mij is Lisanne er ook. Okay. Die helpt mij wel eventjes, denk ik, met vragen die ik mis. Er zijn in elk geval mesjes, of 2 mesjes, of 1 rilmes en 1 snijmes. Maar ik moet zeggen, van mijn oude heb ik zelfs nog nooit een nieuwe ril in gedaan, dus die gaat heel lang mee. Even kijken, 3 keer 4,8. Dan leg ik de rest even opzij. En dan gaan we het deel pakken waar we dat aan hebben gerild. Dus dat was dat vierkant met die gerilde lijnen. Die pakken we er even bij. Even kijken, dan had ik nog een stukje erbij van 10 bij 14,8. Die heb ik nog vergeten. Ik moest nog een stukje van 10 bij 14,8. Die moest er nog bij. Dat was hem.
Nou, dat stukje van 10 bij 14,8. Daar kan je eventueel een halve cirkel uitponsen. Ik doe dat met natuurlijk fazeponsen. Het liefst zou ik de 22, 23 of de 32, 33. Die twee nummers, dat vind ik zelf de fijnste, maar op het moment zijn die heel moeilijk leverbaar. Ik gebruik nu de 1,5 inch en dan is het de 3,8 centimeter uit mijn hoofd. Er zijn dus series van de fasen ponsen. En die hebben allemaal 1,5 inch. Ik zal even het glansgedeelte afdekken, anders glimt het jullie beeld uit. Daar staat 1,5 inch op. Maar pak ik nu een andere daarvan, een kleinere. Daar staat ook 1,5 inch op. Terwijl die toch heel wat kleiner is. Nou, dat komt dus omdat het 1,5 inch betekent dat die van een serie is. En die serie, die past dus allemaal wel op elkaar. Nou, voor vanavond ga ik dus met de grootste grootte aan de slag. Ik dacht 3,8 centimeter. Aan de zijkanten van een pons zitten pijltjes aan beide kanten. En dat is het midden van die pons. Nou wil ik dus aan de lange kant. Ja, je kan ook een cirkelsnijder gebruiken. Maar voor dit soort dingen vind ik echt een pons super handig. Voor dit soort dingen pak ik de pons tot halverwege. En dat is dus die waar die puntjes zitten. Dan leg ik hem in het midden. Nou, ik doe dat altijd op mijn oog, op het oog. En daar pons ik dus die halve cirkel uit. En dat was dus op de lange kant van 14,8. Dan pakken we die, dat deel erbij waar we die gerilde stukjes aan zijn. Ja, Miranda, hij mag ook groter zijn hoor. Dat maakt nu niks uit. Als er maar even een klein half cirkeltje uit is. Ik ga daarvan één deel even omvouwen. Even mijn vouwbeen erbij. Nou, Vazen heeft een heel mooi setje van vouwbeentjes. Roze nog wel en ik heb ze niet eens. Oh, erg hè? Ik heb nog altijd die witte. Eigenlijk moet ik wel een keer zo'n setje meenemen. Maar goed. Dan hebben we dat onderste flapje, dat rillijntje, naar boven gedaan. Dan pakken we dat kleine deel. En die plakken we op dat gevouwen stukje. Dus ik pak er even een stukje tape bij of lijm of wat je ook maar wil. Even andersom, vind ik iets handiger. En dan plak ik daar mijn strookje aan vast. Wat ik dan doe, om een hoe moet ik dat uitleggen? Ik haal niet meteen de hele plakstrook eraf. Maar ik neem eerst het flapje waar die halve cirkel uit is. Dan neem ik een klein stukje van mijn tape eraf. Dan leg ik op het andere deel, leg ik het vast goed. En als ik denk van daar moet die komen, dat die mooi in het midden zit, dan duw ik dus die in dit geval rechterkant vast en trek ik de rest van het tape eronder uit. En zo heb ik hem altijd mooi in het midden. Ja, kan eigenlijk niet hè, dat ik die roze nog niet heb. Oh, het is wat. Ik zeg nog, verder heb ik niks met roze, alleen het, de hobby-spulletjes in het roze vind ik gewoon leuk. Maar goed, verder mag het roze wel wegblijven. Even kijken, ik moet wel even opletten wat ik doe natuurlijk. Even kijken, we plakken nu in het midden even een designpapiertje. Nou, ik pak gewoon de eerste die ik tegenkom, want anders heb ik weer keuzestress.
En dat wordt designpapier van 14,5 bij 14,5. Je kan ook iets korter nemen, omdat er toch iets overeen komt. Maar ik ben altijd zo iemand van, huppakee, meteen de hele bubs goed inplakken. Die komt daar. Maar ik wil hem nu wel ietsjes meer wat crunchy maken. Dus ik pak er even wat gesso bij. En dan hebben we nu ook van die leuke sponsjes aan stokjes. Nou, let even niet op die van mij, want die van mij is wit. En die van de winkel, die zijn op het moment zijn ze zwart. Ik heb dan gewoon in het dekseltje, doe ik een beetje witte gesso deze keer. En dat ga ik een beetje langs de randjes zetten. Anders gebruik ik nog wel eens crackle paint. Maar vanavond ga ik voor de gesso. Vond ik wel een keer leuk. Keer wat anders. Anders hoor je altijd al krikkelpaint. Maar we gaan nu dus met de gesso aan de gang. Ik leg hem even hierop. Ik ga hem even drogen met een heat tool. Nou, zoals ik al zei, ik ga diverse dingetjes vertellen van fasen. En de heat tool is er één die kan je opvouwen. Dus ga je veel naar workshops of heb je weinig ruimte. Je vouwt hem gewoon dubbel en bij hem nodig klap je hem weer open. Hij heeft twee standen. Een lage stand en een hoge stand en een uitstand. Dus eigenlijk drie. En verder, er zit een sticker op. Die sticker mag je erop laten zitten. Of moet je er eigenlijk op laten zitten. Dat is puur om te zeggen van pas op, dit gedeelte wordt heet. Nou, verder kan ik er niks over vertellen. Het is gewoon een hele fijne heat tool. Ligt lekker in de hand. Hou er wel rekening mee met heat tools. Zorg ervoor dat die achterkant, die lucht inlaat, altijd vrij is. Je hebt ook gewoon dus de heat tool zonder handvat. Dat is die lange. Die heeft aan de zijkanten luchtingangen. Heel vaak zie je dan dat ze hem zo vastpakken. En dan krijgt hij dus geen lucht meer. En dan krijg je natuurlijk wel dat hij gaat doorbranden. Nou, deze heeft dus een zachte stand. En een harde stand. Nou, wil je dus snel klaar zijn, dan zet je hem even op de harde stand. Maar hij is al bijna droog door mijn geklets. Dus het was eigenlijk niet nodig om hem nog te verhitten. En dan ga ik die opplakken op het middelste deel van mijn, noem het maar even een flappenkaart. Het wordt een flappenkaart. Daar plak ik dus het designpapier middenin. Even zien. Ik heb iets met mijn... Zo. Ja, alle kanten waren op 1 centimeter gerild, dat klopt. Nu gaan we de onderste flap naar boven vouwen. En die plakken we dan dicht als pocket. Heat tool veel lawaai, ja. Hoe lang gebruik je hem eigenlijk? Het is, ik heb er geen last van, moet ik zeggen. Het is maar zo minimaal dat je zo'n heat tool gebruikt. Dan ken ik wel andere dingen die echt lawaai maken. Maar goed, dat is. Je hebt natuurlijk ook andere merken die zijn een stuk duurder. Is ook lastiger aan te komen. Maar die vind ik. Zoals ook de Tim Holtz. Die is natuurlijk wat zachter qua geluid. Maar ik vind hem qua blazen veel te breed. Maar dat is mijn mening. Goed. Het designpapier zit erop. Ik heb die drie gerilde delen nog vrij. En ik heb die ene aan het deel geplakt. En dit wordt dus nu een pocket. Nou, ik ga hem gewoon even ontdoen van zijn tapejes. En dan plak ik deze dicht als pocket. Dat is al één.
Nou gaan we de andere drie delen aan die andere flapjes plakken. De pocket komt ook nog, ja ja. Even kijken. Zo. Nou, nu plakken we dus aan de andere gerilde lijnen de overige delen van de cardstock of kraft wat jullie hebben gesneden of misschien nu moeten snijden. Dat zijn dus drie delen van 14,8 bij 14,8. Die plak ik dus nu op de overige drie delen. Zo. En dat doe ik weer op dezelfde manier. Ik haal gewoon een klein stukje los, open, van het tape. Dan leg ik hem aan de kant waar het beschermlaagje nog op zit, leg ik hem op zijn plek. En als die naar mijn idee goed zit, duw ik hem aan die kant aan. En dan trek ik de rest van het tape eronder weg. En dan klap ik hem naar binnen. Nou, dat gaan we ook met de overige doen. Dus één aan de linkerkant, één aan de rechterkant. Als ik geen vervelend tapeje heb, is het een beetje dubbel. Zo. Even kijken, wat is mijn goede kant? Deze. Dus je legt hem weer netjes in het midden. Plak ik één kant vast. Trek ik het tape eronder weg en dan zit ook de linkerkant vast. Nu leg ik hem aan de bovenkant er nog op. Stukje tape los. Even kijken, dit is mijn goede kant. Mooi tegen de rillijn aan. Vastplakken en dan de rest van de tape verwijderen. Nou, nu hebben we al een mooie... driedelige puzzel, noem het maar één. Dan gaan we even op de pocket designpapier plakken. Nou, dan kies ik het tweede wat ik tegenkom in het blokje. Dat was deze. En die pocket, die was uit mijn hoofd 7,5 hoog. Of 9, 10 hoog. Dus dat wordt 9,5 centimeter hoog. En 14,5 breed. Dus 9,5 hoog. En 14,5 breed. Maar, nu zit daar die halve cirkel. Ik leg nu mijn designpapier op zijn plek. Waar die eigenlijk geplakt moet worden. Maar ik plak hem nog niet vast. Ik leg hem er even op. Wat ik dan doe is, ik ga met mijn vouwbeen of een rilpen kan ook. Je kan ook een dikke rilpen gebruiken. Ik heb die van die bloemenmaak rillers nog. En dan ga ik door die opening met de rilpen of met je vouwbeen tegen de rand van je halve cirkel die je geponst hebt. Als je dan aan de achterkant kijkt, dan zie je precies die halve cirkel. Nou, heb je nu een maatje groter qua pons, dan kan je dit ponsen. Zit hij altijd op zijn goede plek. Maar heb je dat nu niet, dan knip je gewoon een klein beetje om je halve cirkelafdruk. En dan heb je altijd een mooi randje erlangs. Nou, ook daar ga ik weer een beetje witte gesso langs doen. Ik vind het wel leuk als het een beetje crunchy wordt. Beetje, ja, wat zeiden ze toen? Shabby chic, kan ook nog. Die ga ik weer even verhitten. Want anders moet ik zo lang wapperen om het droog te krijgen.
En nou is verso gelukkig heel snel droog. Dus. Nou, die plakken we dan op de pocket. Met een beetje lijm. Of tape, wat je ook maar wil. En dan hebben we de pocket beplakt met een randje om de halve cirkel. Dan moet ik even spieken op mijn spiekbriefje. Ja, wij gaan deze drie delen voorzien van designpapier. Nou, dan ga ik even kijken of ik toch iets ga kiezen. Want ik zag die halve cirkel, die cirkel vond ik wel mooi. Even kijken waar die gebleven is. Even kijken of dat past. Even spieken. Oh, één is genoeg. Even kijken of die erop past. Ja, dan denk ik dat ik die aan de bovenkant ga doen. En dan nog twee voor de zijkanten. Nou, dat worden gewoon twee dezelfde. Als ze eruit willen. Ja. Nou, die waren uit mijn hoofd 14,5, dacht ik. Even spieken. Designpapier 14,5 bij 14,5. Dus 14,5 over zo. En wat ik dan altijd doe, is als je een designpapiertje hebt wat hier een leuke strook heeft en hier een leuke strook, dan wil ik graag in het midden houden. Nou haal ik dus aan deze kant een stukje eraf en aan deze kant. Zodat hij dus aan beide kanten een klein beetje kleiner wordt en dan bij die 14,5 uitkomt. Nou, het blokje was 14,2 was het blokje uit mijn hoofd. Of 15,2. Dus ik ga nu bij 14,8 ga ik aan de bovenkant er iets afsnijden. En dan kan ik hem op 14,5 leggen. En dan is zowel de boven- en onderkant gelijk gebleven. Anders vind ik het zonde, want dan heb je aan één kant heel veel eraf en aan de andere kant weer heel weinig. Dus daarom doe ik dat zo. Oh, ik heb geen ruimte genoeg. Even, hier gebeurt iets wat niet moet. Die aan de kant, zo. Nou, dat moet ik ook doen bij de cirkel die ik dus hier bovenop wil hebben. Even zien, maar die gaat zo. Daar ga ik aan de onderkant. Even zien. Nee, ik ga het toch op dezelfde manier doen. Die moet dus ook 14,5 bij 14,5 worden. Dan ga ik dus ook aan beide kanten iets afsnijden. Dus ik leg hem eerst op 14,8. En dan aan de andere kant. Dus ik draai hem dan weer. Dan leg ik hem op 14,5. Oh, 14,5. Even zien. Zo. Deze leg ik zo neer. Even spieken. Deze komt links. En eentje komt rechts. Ook hier gaan we weer een stukje designpapier op doen. Ik geloof dat ik deze niet doe. Ja, toch wel. Maar ik ga hem eerst weer even. Of het designpapier. We gaan er een beetje gesso langs doen. Langs de randjes. Dat is één. Doe ik ondertussen nog even wat op de andere twee. Klein beetje met die, ja, die sponsstokjes. Die vind ik hier wel heel handig voor. En je spoelt ze gewoon weer uit. En ze zijn weer klaar voor de volgende. Nou, ik pak gewoon een beetje gesso aan mijn sponsstokje en dan in het dekseltje dep ik dat een beetje uit, zodat je niet van die hele dikke klonten aan de dabber krijgt. Zo, die daar weer. En dan de laatste nog een beetje.
En dit kan natuurlijk ook met bruine inkt. Of met een ander kleurtje. Met roze of groen of paars of geel of rood. Wat je ook maar mooi vindt. Nou, deze gaan we ook weer even drogen. Ik zet even bij de volgende even de Speedy Gonzales erop, want anders dan kijken jullie alleen maar naar de heat toe. Dat is ook niet de bedoeling. Lees ik nou toch? Word je daar nou niet nerveus van als je weet dat er ruim 500 mensen naar je zit? Nou, weet je wat het gekke is? Ik zou dat eerder, toen ik wat jonger was, wel zijn geweest. Maar ik zie jullie niet. Jullie zien alleen mij. Horen en ja, mijn handen zien jullie dan. Dus op een of andere manier ben ik gewoon hier lekker met mijn ding bezig. En probeer ik er zoveel mogelijk... aan elkaar te kletsen. Dus nee, ik word daar gelukkig niet zenuwachtig van. Nou, ik plak 1 aan de rechterkant en 1 aan de linkerkant. Klein kruisje in het midden. Voor mij altijd voldoende. Want ik gebruik natuurlijk altijd de Dutch Doobadoo-lijn. Dus ik doe eigenlijk altijd alleen langs de randen een beetje lijn en dan zet ik een kruisje in het midden. Dat is voor mij genoeg. Zo, dat is dat. Dan moet ik even mijn dopje zoeken, want hij is van het flexibele, van het slangetje af. Ja, nou, dit wordt ook een kaart hoor. Het wordt geen albumpje. Het wordt echt wel een kaart. Zo, nou, nu komt het, want ik had gevraagd of jullie een cirkelsnijder of een pons of iets dergelijks of iets waar je omheen kan tekenen. Ik ga nu een opening maken en dat komt op de helft van de bovenste flap en op de helft van de onderste, dus van de basis. Het papier wat ik gebruik, dat is van, hoe heet dat? Garden of Love Signature Collectie. Staat allemaal in de Facebook live vakje in de, op de Hobby Vision website. Ik leg even mijn snijmachine aan de kant en dan pak ik even mijn cirkelsnijder erbij. Want ook dat is weer een dingetje van fasen. Dus het is een beetje een demo en een beetje een workshopje. 2-in-1, zeg maar. hier wil ik graag een opening van ongeveer 7 centimeter. Nou, dat kan ik doen met een cirkelsnijder. In dit geval heb ik dus de cirkelsnijder van fasen. Daar zit een... handvat aan, die kan eraf. Die zit heel losjes, omdat die dus moet draaien. Daarin, in dat handvat, zit een kokertje met een roze dopje erop. Dat roze dopje kan je draaien. Dan zie je aan de onderkant dat er een mesje uitkomt of het mesje weer ingaat. Nou, bij mij moet die eruit, want ik wil hem gebruiken. Dan... kan je dat witte kokertje verdraaien, dan gaat je schuivertje open. En dan kan je hem zetten op het aantal centimeters dat je dus je opening wil hebben. Je cirkel wil snijden. Nou, in dit geval zei ik van ongeveer 7. In het midden van dat witte doorzichtige blokje zit een streepje. Ik hoop dat het zo een beetje te zien is. Even kijken of ik dat ergens mee aan kan wijzen. Daar zit een streepje middenin. Dat zet je dan op die 7 centimeter en dan draai je hem weer vast met dat witte blokje.
dan reken ik even het midden uit. Nou, ik ben dan altijd wel van een hele simpele, hoe noem je dat ook weer, geodriehoek. Want die heeft zowel aan de links als aan de rechterkant afmetingen. En dan heb ik zo het midden. Even kijken, ik leg hem dan in het midden. Dit is het nul tekentje, dus nul is voor mij het midden van deze kaart. Dan zit hier een tekening op. Ik weet niet of dat te zien is. Zo, misschien even met wit papier eronder. Daar zitten die maten dus allemaal op van de cirkelgrootte. En hier naast dat open vakje waar dat schuifje zit, zit een kruisje. En dat kruisje, dat zet je nu op je afbeeldingtje, op je hulplijntje wat je net hebt gezet. Je kan dit nog wel stansen. Dan leg je de stans erop en dan doe je dat boekje dicht. En dan ga je stansen. Ja, Fasen, ik moet eerlijk zeggen, Fasen heeft wel hele goede producten. Ja. Nee, dat moet je niet op het keukenblad doen. Je moet echt wel een snijmat eronder leggen. Even kijken. Nou, ik leg het nu in het midden. En normaal zou ik het handvat erop zetten en dan gewoon ronddraaien. Maar omdat ik nu dus door meerdere lagen moet, zet ik gewoon mijn hand even op het hele ronddraaiende deel. Zodat ik zeker weet dat ik er goed doorheen duw. Heb je een enkel papiertje, kan je rustig zo met dat handvat de cirkel draaien. Maar ik moet nu dus door meerdere lagen. En dan zet ik hem even iets wat iets wat steviger druk op. Nou, dat was dus de cirkelsnijder. Nu heb ik een opening in de kaart. En even kijken, waar zijn we gebleven? Want ik moet een label hebben. Van, we snijden nu een deel van 12 bij 14 centimeter. Nou, omdat mijn basis al 15 is, hoef ik dus nu al niks te niks te openen. Dus ik hoef niet die arm er al uit te leggen. Dus daarom vind ik die brede zo fijn. Ik snij een label van 12 bij 14 centimeter. Nou kan je die daarin schuiven. In die pocket. En dan gaan we bovenaan die label gaan we twee cirkels maken. Nou, ik heb nu een hele grote cirkelpons nog. Moet ik even kijken of die groot genoeg is. Ja, dan ga ik die lekker gebruiken. Die is 6 centimeter. Dat is een hele grote. Dat is van de 2,5 serie. Een hele grote, die is 6 centimeter. Maar je kan ook natuurlijk even twee cirkels snijden. Met je cirkelsnijder. Deze twee die plak ik aan mijn label. Ik leg even de kaart aan de kant. Ik leg mijn label zo voor mij neer dat de langste kant naar boven is. En van links naar rechts is die dus 12 centimeter. Dan pak ik die twee cirkels. Mocht je nou helemaal glad of dun papier hebben, dan kan je eventjes je papier ietsjes vastplakken. Dan weet je zeker dat het goed gaat. Maar tot nu toe ben ik het nog niet nodig geweest. Ik ga hier in het midden. Even kijken, het midden, zo. De halve cirkel aan de achterkant doen en de andere halve cirkel aan de bovenkant. Deze pons, wij die ronde, ja die coins, dat kan nog wel eens zijn dat ze die hiermee mee maakten. Ik heb hem al een hele tijd, maar ik doe er eigenlijk niet veel mee. Maar omdat ik nu steeds dit soort kaartjes maak, vind ik dat wel heel erg leuk. Nou heb ik dus een halve cirkel aan mijn label. Ik ga daar designpapier op plakken. Dus ik pak weer mijn snijmachine erbij. En mijn peperpetje. Gaan we eens even kijken welke ik ga kiezen. Want nu moet ik wel een beetje een. Ja, deze is wel leuk. Is totaal lekker wat anders.
de gouden lettertjes. Nou, en die wordt dan 11,5 breed. Dus van links naar rechts, 11,5. En de lengte was 13,5. 13,5. En die plakken we dus op de label. Nou, ik doe even weer de randjes met wat gesso. Dan past het allemaal mooi bij elkaar, zeg maar. Ja, ik vind het zelf een hele fijne cirkelsnijder. Maar net wat er ook al gezegd werd, je kan natuurlijk even je papier wat je wil snijden, even met een plakbandje vastleggen. Nou, inderdaad, ik word herinnerd aan het codewoord. Helemaal goed. Ik had net het briefje zien hangen, want ik zei al tegen Janine, dat is echt iets voor mij om het te vergeten. We hebben dus een codewoord. En onder, als ik daarvan zeg start, als ik dat zo typ, en ik typ dus het woordje start, onder dat woordje mogen jullie dus mijn codewoord gaan typen. En ik hou dan een tijdje zo dat jullie daar de tijd voor hebben om dat codewoord te typen. Daarna ga ik typen stop. Tussen die reacties, dus tussen mijn start en stop, daar ga ik even met mijn muis scrollen en waar die stil komt te staan, diegene die wint een leuke waardebon van 15 euro. Dus ik ga nu maar even typen wat mijn, of nee, ik moet jullie eerst even mijn codewoord zeggen. Mijn codewoord is, ik ben paaskuiken. En dan ga ik straks typen start. En dan mogen jullie dus het woord paaskuiken typen onder mijn woordje start. Daaruit ga ik dan straks iemand kiezen of scrollen die dus een waardebon wint. Ondertussen heb ik mijn label beplakt. En voorzien van een beetje gesso. En die schuif ik in die pocket in het midden van de kaart. Nou, omdat die halve cirkel eraan zit en je zou deze dichtplakken, dichtklappen, komt die halve cirkel mooi bovenuit de kaart. Maar we gaan eerst even andere dingetjes doen nog, want ik snij nu een kartstok of kraft, wat je ook maar hebt, van 13 bij 13. Of je pakt hem als je hem al gesneden hebt, dat kan natuurlijk ook. Even zien, 13 red ik dat nog, 13 bij 13, ja, past hier nog uit. En wat ik hier nu mee ga doen, ik snij deze schuin doormidden. Dus ik leg deze op de snijmachine. 1 punt, even zien dat het niet zo glanst, 1 punt bij het snijgootje en de andere punt ook bij het snijgootje. Nou, zo leg je hem er dus op en snij je je cardstock of kraft van 13 bij 13. Snij je dus in een punt, in twee driehoeken. Nou, deze twee driehoeken, die gaan we als pocket plakken aan de linkerkant en aan de rechterkant van de openslaande flappen. Dat doe ik gewoon met het 6 mm tape weer, wat ik eigenlijk altijd wel gebruik. Je plakt dan alleen de buitenkant en de onderkant vast. En de rest blijft gewoon open. Dus het wordt een soort van pocket. Zo. Ik plak hem dan een klein eindje, iets meer dan een halve centimeter denk ik, plak ik hem dan vast
op de linker opengeplakte kaart. Dat doe ik ook aan de rechterkant. Ook die krijgt aan de onderkant en aan de zijkant een stukje tape. Ja, paaskuiken. Ik zeg tegen Janine, mag ik dan het paaskuiken zijn? Even zien. Nou, deze die plak ik aan de rechterkant als pocket. En nou wil ik hier dus designpapier op. Maar het is schuin. En dat gaan we oplossen door... je kan natuurlijk heel makkelijk papier kiezen. Mocht je nou papier hebben waarbij een patroontje zit... wat dus links of rechtsom gaat... dan wordt het wat lastiger. Ik pik deze eruit, denk ik. Ja, dat vind ik wel leuk. En die snijd ik dan op 12,5 bij 12,5. En dan zal ik zo even verder uitleggen, mocht je dus ander papier hebben. Even kijken, 12,5 bij 12,5. Nou, ik doe dit een beetje buiten beeld, maar goed, weet je wel, 12,5 bij 12,5. Ook deze, die snij je weer schuin door. Dan ga ik even kijken hoe ik hem dan op wil, want hij komt dan zo erop als ik hem over zo doorsnij. Maar het andere deel moet ik dan draaien om die hierop te krijgen. Dus heb je nou papier met een patroon, dan ben je eigenlijk twee stukjes nodig. Van 12,5 bij 12,5. Want anders zit je patroontje op zijn kop. Nou, volgens mij heb ik niet echt een patroon wat op zijn kop kan. Ja, kan wel, maar volgens mij gaat dat wel goed. Ja. En dan pak ik er even een pons bij. En dat zijn de sierrandponsen. Ook daar is een klein stukje uitleg bij. Wil je nou precies mooi in het midden beginnen, dan zitten hier op die pons kleine innammetjes. Dan leg je je basisrand, of de rand waar je dus langs wil ponsen, die leg je mooi in het midden van je pons. Dus zorg ervoor dat ze aan beide kanten ongeveer gelijk uitsteken. Dan pons je een keer. Dan heb je dus dit gedaan. Ik heb nu de stitch. Dat zijn stiksteekjes. Dan schuif je naar links of naar rechts door. En leg je die twee stiksteekjes die je al hebt gemaakt... die leg je op die zilveren stiksteekjes die dus hier aan de zijkant staan. Even kijken. Zo ligt hij er netjes op. Dan duw je hem weer goed tegen de rand aan en pons je hem nog een keer. En zo kan je dus heel mooi die ponsen laten doorlopen. Dus leg alles op die zilveren blokjes. En dan loopt het heel mooi door. Even kijken... Eentje overgeslagen. Nou, dat kan, want ik heb hem netjes gemaakt. Dus ik kan er rustig weer tussen. Nou, ik vind dat stiksteekje vind ik zelf altijd heel erg leuk. Dus vandaar dat ik die uitgekozen heb. Ik ga weer een beetje gesso langs de randjes kwakken. Dat mag ik niet zeggen, hè? Een beetje gesso langs de randjes doen. Even zien, die kan daar wel even drogen. En dan ga ik nog een keer... aan deze kant ponsen. Dus leg je papiertje mooi in het midden. Duw je pons in. Schuif hem door. Duw hem weer in. En ik moet hem nog een keer doorschuiven, want ik ben er nog niet helemaal. En dan doen we ook die kant op. Leg het gelijk op die zilveren dingetjes. En dan komt het helemaal in orde. Aan de achterkant van de pons zit een vakje. Daar zitten nu dus al je kleine rommeltjes in. Nou, die doe ik straks boven de prullenbak zo leeg. Even kijken. Dan ga ik ook deze nog even voorzien van witte gesso. En ik zal nog een keertje straks stop moeten zeggen. Maar ik
Nou, ik laat jullie nog lekker even in spanning. Gemeen, hè? Ik wil eerst deze even opplakken. Die is inmiddels wel droog. Even kijken, dan gaan we weer een beetje lijm erop. Aan de bovenkant van het stiksteekje en aan de onderkant. En de punt, die gaan we daarop plakken. En dan heb ik deze, ja, die is natuurlijk net voorzien van gesso, dus die blaas ik even iets droog. Dat vakje niet bij, nee, dat kan zijn dat er sommige niet zo'n vakje hebben, dat klopt. Volgens mij is dat weer iets van de latere ontwikkelingen. Dus het kan zijn dat er een beetje verschil zit in de ponsen. Maar deze die heeft dat dus wel. Even kijken of ik nog met hele spul in beeld ben. Want het is natuurlijk een hele brede kaart. Zo. Nou, zoals jullie zien, gesso was nog niet helemaal droog. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we nog even twee labels snijden. En die twee die zijn 10 bij 10. Of je pakt de twee stukjes van 10 bij 10, mocht je het lijstje al gezien hebben. Even kijken, 10 bij 10. Nou, ik leg de snijmachine ligt ook een beetje buiten beeld. Maar goed, dat kennen jullie nu wel, denk ik. Twee labels van 10 bij 10. Die komen in de pockets. En ik ga daar weer even halve cirkeltjes aan ponsen. Waar is die gebleven? Hier zo. Dus ik pons weer wat cirkeltjes. In dit geval 4. Ik doe dat altijd dubbel. Want ik vind dat toch net wat steviger dan 1 zo'n cirkeltje eraan. Dus ik plak gewoon 2 cirkeltjes aan mijn labels. Even kijken, dit is de mooie kant. Zo. Dus ik plak weer 1 cirkel half achter mijn labeltje. En de andere cirkel, die plak ik daar weer op. En ik ga even wat zoeken. En dat is iemand die een prijsje gaat winnen. Ik heb het stopwoord gezegd. Ik ga nu dus even scrollen. Oep. Waar zijn we? Vraag ik me af hoe ik dat voor elkaar krijg. Even spieken hoor. En dan moet ik even terug naar het stopwoord. Oh, jullie horen mij nou zeker dubbel. Even kijken. Nou, ik ga even ongemerkt scrollen en dan... zal mijn vinger er wel een keer mee ophouden. Naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Waar gaan we overal? Toen deed hij niet meer. Nou, oh, mijn dingetje ligt eronder. Zo, nou, ik ga even een beetje heen en weer met mijn muis. Van onder naar boven. En dan krijg ik te zien paas. Kijken. En dat is geworden Willemien. Even kijken. Willemien van Asten. Nou, Willemien, jij bent de winnares. Even kijken. Wil jij misschien je informatie even sturen naar info@hobbyvision.nl? Als je daar even een mailtje naar wil sturen, dan komt er een prijsje naar je toe. Gefeliciteerd. En heb je nu niks gewonnen? We hebben morgen nog weer 3 kansen.
Nou, en dan ben ik beter aan mijn apropos. Ik heb 2 labeltjes van 10 bij 10. Daar gaan we natuurlijk weer designpapier op plakken. Van 9,5 bij 9,5. En ik pak, even kijken, er zat nog zo'n andere in. Deze vind ik wel leuk. De houtstructuur. Even kijken, 9,5. Bij 9,5. Die komt dan aan 1 label. En dan ben ik er nog één nodig natuurlijk voor het andere labeltje. Oh, en er komt nog veel meer leuks voorbij, maar we zijn er nog niet. Ik ga nog andere dingetjes laten zien. Even kijken. Eerst even deze afmaken, want anders kom ik ook een beetje in de knoop. Hoe ik alles had bedacht. En natuurlijk komt hier ook weer, misschien denk ik nog wel binnenkort weer een blogbericht van. Maar goed, dat terzijde tijd. Ik ga de labeltjes beplakken met houtstructuur. Je kan dit natuurlijk ook aan 2 kanten doen. Dat is maar net wat je zelf mooi vindt. En je kan het houtstructuur van links naar rechts plakken, van boven naar beneden. Wat je zelf mooi vindt, wordt jouw kaart, jouw creatie. Die schuif ik in die pockets. En dan gaan we verder met het volgende deel. En dan ben ik even mijn spiekbriefje kwijt. Dan kun je eventjes al een puinhoop maken, hè? Ja, dat is klaar. Nu gaan we de rechterkant, dus de rechterkant, gaan we naar binnen klappen. Hier doen we designpapier op van 14,5 bij 14,5. Oh, ik dacht het onweert hier, man. Komt een of andere motor voorbij. Even kijken, 14,5 bij 14,5. Die komt dus aan de achterkant, laat ik maar zeggen, van de rechterflap. Zo. Nou, deze gesso is heel snel droog, dus ik doe het maar even zo. Ik ben nu toch al wit. Even kijken dat ik hem netjes in het midden plak. Ik zit natuurlijk met mijn hoofd niet helemaal mooi recht boven de kaart, dus ja, het kan zijn dat het een Harley is. Ik heb het niet zo goed opgelet. Oh, ik zie het is wat anders. Hier rijdt een ander iets weg. Het was een auto. goed, we hadden dus de rechterkant naar binnen gevouwen. Designpapier op gedaan. En dan snijden we nog een stukje kraft of cardstock. Wat je ook maar hebt gekozen. Van 8 centimeter bij 14,8. En 8 centimeter, dat is de breedte, daar ga ik een rand aan ponsen. Dus hij wordt ietsje smaller. Even kijken, even mijn vakje, want die zit nu wel heel erg vol. Even legen. Zo. Die ga ik dus voorzien van die stiksteek. En dat doe ik dan aan beide kanten van die strook. Daar nog eentje. Nou ja, kijk, postzegels, ja. Ik zeg altijd, wie stuur je nou zo'n uitgebreide mooie kaart? Dat is meestal wel een speciaal iemand. En dan heb ik er ook wel 2 postzegels voor over. Of ik neem hem mee en ik stop de geld in. Dat kan natuurlijk ook.
Of je gooit hem even zelf in de brievenbus als die er een beetje dichterbij is. Kan natuurlijk ook nog. Dus ja, we maken zoveel kaarten waar we best wel veel materiaal voor nodig zijn. En dan vind ik die twee paszegels, die doen dan toch eigenlijk ook niet zo heel veel zeer meer. Denk ik dan. Goed, hier gaan we een strookje designpapier op plakken. En dat is eigenlijk een beetje een maat van 14,8 hoog. Want ik hou dus hier geen randje. Ik wil alleen de zijrandjes houden. En de breedte, dan moet je even kijken welke pons als je gebruikt hebt. Want de ene maakt natuurlijk iets grotere inhammen als de andere. Dus ik ben nu nodig een strookje van 5,5 breed. Bij 14,8. Even zien. Nou, ik ga lekker in het goud. Ga lekker glimmen. Wat zei ik nou? 7,5? Ik ben het alweer vergeten. 5,5. 5,5 was die voor mij. In elk geval de breedte wat nodig was. Bij 14,8. Want dat was de hoogte. Die plak ik op dat strookje. Een beetje gesso weer langs de randjes. Tjup, 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 tjup. Niet het hele nette. Ik hou wel van een beetje crunchy. Ja, hij wordt heel leuk. En we zijn er nog niet. Hij wordt nog leuker. Het is echt een workshopje waar je dus wel een tijdje mee zoet bent. Althans, dat hoop ik. Dat we toch met deze binnenblijfdagen nog iets te doen hebben. Nou, ik heb dus een strook. En die strook, die ga ik als pocket aan de, ja, een beetje aan de linkerkant van die pagina opplakken. Dus het krijgt een U-vorm van tape. Dus de bovenkant krijgt tape. En de lange kant. En dan laat ik dat geponste deel laat ik vrij. Dus ik zal het even dichterbij laten zien. Ik heb een U geplakt. Maar waar die gaatjes van de pons zitten, dit laat ik vrij. Ik kan natuurlijk hier wat lijm op doen. Maar dat is niet nodig. Dat laat ik gewoon zo. Maar die U-vorm die valt dus binnen mijn geponste rand. En die plak ik dan op die kaart die we dus eerst naar binnen vouwen. Dan plakken we er deze op. En dan een beetje aan de linkerkant. Dus dat je ongeveer 1,5 centimeter hier over hebt. En dan heb je de ingang aan de rechterkant. Dan pakken we daarvoor een paar strookjes. Even kijken wat voor papier. Hier zo. En dat zijn strookjes. Even kijken. Van, ik dacht 6,5 is dat. Ja, ik heb zelf 2,5 inch. En dan ga ik die ponsen aan de bovenkant. Met de labelpons. Nou, daar zijn verschillende van. Ik heb er hier zo 3 liggen. Eentje met een gesculpte kant. Eentje met een ophangoog, laat ik maar even noemen. En eentje met een rechte kant. Nou, ik neem vandaag de... Nee, ik ga eens een keer voor de rechter. Een keer wat anders. Ik ga hem even uitleggen. 2,5 inch had ik mijn papier gesneden. Dat past hier dan precies in. Heb je hem smaller, dat kan ook, want je kan ook 2 inch snijden of 1,5 inch. En dan wordt die bovenkant gewoon elke keer iets anders. Ja, die met dat schulpje is ook heel mooi. Ik heb nou even gewoon voor de rechte gekozen, omdat ik dat ook wel een keer leuk vind. Dat is deze. Nou, de lengte die bepaal ik pas na het ponsen.
Ik heb gewoon een strookje gesneden van 6,5 breed. En dan ga ik even kijken hoe lang als die moet worden. Nou, dat zal ongeveer een centimetertje of 10 zijn, denk ik. 9 à 10. Nee, ik maak er 9 van. Dus ik snij hem dan af op 9 centimeter. Dan heb ik dus twee labeltjes. Die daar weer in passen. En daar plakken we ook designpapier op. En dan krijg je dus weer hetzelfde als hier designpapier op moet. Zit je dus weer met die bovenkant dat daar dus geen designpapier op komt. Nou, dat ga ik ook uitleggen. De breedte was 6,5. Dus ik snij nu een strookje van 6 centimeter. Zo. 6 centimeter. Die ga ik ook gewoon ponsen. Dus ik leg hem gewoon in het midden van de pons. Die maat die hoort er eigenlijk niet bij. Dus je moet gewoon zelf even opletten dat je hem in het midden van die gleuf hebt waar die pons in moet. Ga je hem ponsen. Dan heb je eigenlijk twee dezelfde maten gaatjes. Alleen is die aan de zijkant wat smaller. Nou, wat ik dan doe is, ik knip gewoon hier een stukje af. Of met het met de snijmachine kan natuurlijk ook. En dan plak ik hem erop. En dan zit het gaatje altijd mooi op dezelfde plek. En dan heb je toch een randje aan je labeltjes. De lengte bepaal je ook even. Ik zet gewoon een knipje op de maat waar ik hem graag af wil snijden. En dat zal ongeveer 8,5 zijn. Hier. Die geschulpte lukt dit. Ja hoor, dit kan je met alle... Alle ponsen kan je dit doen. Reststukjes. Ja, dat ligt een beetje aan hoe groot als de reststukjes nog zijn. Ik heb ooit, vorige keer, dacht ik, heb ik een heel klein mini albumpje laten zien. Van 2x2x4 of zoiets. Waar hadden we het nou? Oh ja, kleine stukjes papier. Als ik die daar nog voor zoiets kan gebruiken, dan doe ik dat. En als ze echt te klein zijn, dan doe ik ze gewoon weg. Maar meestal heb ik er nog wel weer een oplossing voor. En dan bewaar ik ze in zo'n mapje bij elkaar, bij het papier. Bewaar ik de kleine dingetjes die ik toch nog, als ik ooit eens tijd over heb, wil gaan gebruiken. Even verder met de kaart. Want anders lopen we helemaal uit. Even kijken, we hebben dat strookje gedaan. Randjes. Nou, het tweede labeltje, dat lukt natuurlijk wel. Want ik heb de eerste voor gedaan. Nu gaan we het linkerdeel dichtklappen. En daar plakken we natuurlijk eerst even een lintje aan. En dat ben ik vergeten te pakken. Dus ik pak even... Oh nee, het ligt... Nee, waar heb ik dat lintje nou? Ja, ik pak even een lintje. Moet ik even een klein stapje opzij, maar dat lukt vast wel. Ik denk dat jullie me nog wel horen. Zo. Ik pak even een lintje en die plak ik aan de rechterkant van deze pagina. Nou, wat ik dan doe is, ik plak een klein strookje dubbelzijdig tape in het midden. Nou, er komt weer die gekke geodriehoek, dat ouderwetse ding komt weer voor de dag. Dan weet ik ongeveer waar het midden is. Daar plak ik dan mijn lintje over. En ik doe dan altijd even een stukje plakband. Dan weet ik zeker dat zit. Dan draai ik hem om. Want aan de achterkant, oeps, daar gaat een lintje, komt ook een lintje. Op dezelfde plek als aan de voorkant.
Zo. En dan draai ik hem weer naar de goede kant. Nou komt hier eerst designpapier op. Nou, dit is toch al redelijk de voorkant. Dus ik ga wel iets wat bloemerigs doen, denk ik. Ja, die wordt weer 14,5 bij 14,5. Nou, volgens mij zijn jullie allemaal wel blij met de tips die ik probeer te geven. Even weer een stukje gesso, of een beetje gesso langs de randjes. En ik doe altijd iets in het dekseltje. Dan hoef ik niet telkens in die grote pot. En dan krijg ik niet steeds van die hele dikke klobbes gesso. Even wapperen, want deze is best wel snel droog. Even zien, wat was nou de bovenkant? Zaten de streepjes over zo? Moet ik even spieken hoor. Even spieken. Ik zie het hele ding niet meer. Oh ja. Ja, streepjes zaten van links naar rechts. Nou, die plak ik op de voorkant. Nou, en voor de liefhebbers van albums. Dit kan je natuurlijk ook als mini-albumpje gebruiken. Dat kan natuurlijk ook nog. Zo. Misschien dat ik een ander lijnflesje krijg. Want ik heb mijn dopje. Dat touwtje, laat ik maar zeggen, is eraf. Dus ik heb alleen een los dopje. Nou komt er nog wat aan de voorkant. Ik even spieken wat de maat was. 13 bij 13. Als het goed is, heb je dat of al gesneden. En anders gaan we het nu even doen. 13 bij 13. Oh. Nou, kom op aan de kant jij. Dus een stukje kaartstok of kraft van 13 bij 13. En dan gaan we hetzelfde mee doen als wat we aan de binnenkant hebben gedaan. We gaan die weer schuin doorsnijden. En nemen één kant en plakken die aan de voorkant op het op de kaart, op het boekje, wat je ook maar wil, hoe je het ook maar wil noemen. Ik vond het een luxe flappenkaart eigenlijk. Die even kijken. Oh, moet deze kant hebben, hè? Even zien. Het heeft twee kanten dat papier. Ja, deze kant. Die komt dus weer als pocket aan de voorkant erop. Dus je plakt eigenlijk alleen de buitenste randen. Hoppakee. Ja, die ponsen van vazen zijn echt. Ik vind ze heel fijn. De 13 bij 13. Die plak je nagenoeg in het midden. Dus met deze lijn mee. Althans, dat mag. Je kan hem ook helemaal in het hoekje plakken. Dan, of je hebt nog een stukje designpapier over van 12,5 van de binnenkant. En anders ben je nu dus weer een stukje nodig voor de voorkant. Van 12,5 bij 12,5. En ook die gaan we weer schuin doorsnijden. Het is echt een heel uitgebreid werkstuk. Zoals ik al zei, het is ook lekker om jullie, voor degenen die maar binnen moeten zitten, toch een beetje bezig te houden. Dus hij is wat uitgebreid geworden. Ik red het ook echt niet in een uurtje. Dat had ik me al wel bedacht. Maar goed, ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden. Ja, het stikkerrandje komt aan mijn designpapiertje. Ach, daar ben ik mee bezig. Dankjewel. Hier komt nog even een stikkerrandje weer aan. Of wat voor randje dan ook. Als er maar een. Het hoeft niet met randje, maar
Ik vind het wel leuk. En het is ook een beetje een demo van vazen. Dus ik moet natuurlijk ook diverse dingetjes van vazen laten zien. En er zijn natuurlijk nog veel meer dingetjes. Ik heb hier nog pontjes onder liggen met leuke hapjes eruit. Zal ik zo ook even showen. Soms zou ik wel willen dat ik meerdere handen had. Het zou wel heel, heel handig zijn. Nou, deze die krijgt weer een plekje op mijn groene driehoekje aan de voorkant. En dan zijn we nou bijna aan het eind. Ik ga een label snijden van 11 bij 11. Dus 11 centimeter hoog en 11 centimeter breed. En dan gaan we weer twee cirkels ponsen. Even kijken uit een restje. En dan doe ik er altijd dus twee, maar volgens mij heb ik dat net verteld, omdat ik dat toch net wat steviger vind als eentje. Die plak ik weer mooi in het midden onder mijn labeltje. Het tweede deel erbovenop. En zo krijg je een mooie stevige label. Nou, dit is natuurlijk ook heel erg mooi voor als trouwkaart. Als geschenk, zeg maar, met een leuk envelopje of zo erin. Even zien, die was 11 bij 11. Dus ik ben nu designpapier nodig van 10,5 bij 10,5. Even spieken, wat gaan we daarvoor nemen? De groene blaadjes hebben we nog niet gehad, hè? 10,5 bij 10,5 voor het designpapier. Beetje wittig en zo langs de randjes. En dan mag die er ook weer op. Zo, die is helemaal goed droog, maar dat maakt niet. Die past in de pocket aan de voorkant. En dan moet ik zeggen, ik heb alles gemaakt met 6 mm tape. Dus heb je breder tape, dan is dit natuurlijk iets anders van maat. Dan moet je die labeltjes even ietsjes kleiner snijden. Maar goed, dat zijn dingetjes, dat komt vanzelf wel voorbij. Dan heb ik de voorkant beplakt. De binnenkant, nou ja, één labeltje moet dan nog. Dan hebben we die bovenkant nog. Die klappen we nu naar binnen. En dan hebben we dus nog één deel. Waar nog designpapier op moet. En waar die halve cirkel dan uit is. Nou, ik pak daarvoor weer een designpapiertje van 14,5 bij 14,5. En die leg ik weer even tijdelijk op zijn plek. Dus die leg ik op zijn plek waar die eigenlijk straks geplakt moet worden. Dan ga ik weer duwen met een vouwbeen. Waar die halve cirkel dus uit die kaart is gehaald. Dan ga ik dus met die vouwbeen door en dan zie ik dus aan de achterkant die cirkel. En die kan ik dan gewoon ietsjes groter uitknippen. Mijn advies is, maak korte knipjes, niet te lang, want dan ga je dus heel erg slingeren. Kleine korte knipjes, dan kan je beter je cirkel in de hand houden. Maar dat is mijn gevoel, denk ik. Nou, die past daar dus weer mooi langs.
hier nog een klein beetje gesso. Dan kan die daar bovenop. En lijm, gebruik niet te veel lijm, want hoe meer lijm, hoe eerder als je papier gaat kreukelen. Daarom, ik ben echt fan van Dutch to Bordeaux lijm. Het plakt alles en je bent er een heel klein beetje van nodig. Dat is mijn, en dan in die kleine flesjes vind ik echt super handig. Nou dames, ik heb volgens mij al een heleboel klaar. De buitenkant, of de bovenkant, die klap ik nu naar binnen. De rechterkant gaat dan naar binnen. En dan gaat de linkerkant naar de rechterkant. En dan komen die twee lintjes elkaar tegen. Daar kan je even een strikje in leggen. Hè. Zo. En dan komt er nog een designpapier op de achterkant. Op dezelfde manier om je strikje weg te werken. Waarom ik altijd gesso langs de randjes doe? Ja, ik vind dat heeft gewoon iets. Dat maakt het iets, weet ik. Vind ik gewoon mooi. Ja, gesso of crackle paint. Ik vind het allemaal leuk. Het was eerder altijd bruine inkt. Alles werd met bruine inkt gedaan. Maar ik ben eigenlijk toch wel overgestapt of naar crackle paint of naar de witte gesso. Ik heb hier nu nog een kaartje voor de achterkant. Oh, ik heb er zelfs twee. Dat is niet nodig. Ook die even weer 14,5 bij 14,5. Dan ga ik even de achterkant nog mooi beplakken. Dat vind ik altijd wel netjes als dan dat lintje mooi weggewerkt is. Ook weer op dezelfde manier. Hier zit ook die halve cirkel weer. Dus je gaat gewoon met je vouwbeen of met een rulpen of wat je ook maar hebt. Doe je gewoon even langs de rand van die cirkel en dan kan je hem aan de achterkant zien. Dan knip je weer met kleine knipjes. Langs ietsjes, het zal zijn halve centimeter ongeveer. Langs die halve cirkel. En dan kan die op de achterkant. Klein beetje gesso nog. Ja, ik vind dat gewoon leuk. Je kan ook natuurlijk nog eerst met de paper distressen. Dan wordt het nog wat ruwer. Maar als ik dat vanavond ook allemaal nog ga moeten doen, dan waren we over een uur nog niet klaar. Dus ik heb lekker alleen met de gesso gekliederd. Zo. Nou. Volgens mij zit het erop. Wat ook nog had gekund is, ik had natuurlijk ook nog ronde hoekjes kunnen maken. Dat zal ik even laten zien, want het is natuurlijk ook nog iets van een demo. Hè? Ik heb hier een leuk kaartje op mijn manier. Dit wordt een kaartje. Een mini kaartje. En die wil ik ronde hoekjes geven. Dan heeft Vazen twee setjes met hoekponzen. Dit was de eerste die uitkwam. Die heeft een hoekje van 4 mm, 7 mm en 10 mm. En die heeft nu een tweede. En die gaat van 14 mm, 17 en 20 mm. Ik zal laten zien wat nou het verschil is. Deze is 4 mm. Dat is dus een heel klein boogje eraf. De 7 mm. Wordt die al wat groter. De 10 natuurlijk nog iets groter. Dan heb ik nog een restje, ja. Dan heb ik de 14, dat is dus de tweede pons. 14 is al een mooie boog. De 17. De 17 is nog groter. En dan heb ik nog de 20. Die is het grootst.
Grootste. Dat is de grootste. Nou, zo kan je dus hele mooie boogjes, afgeronde hoekjes maken aan je projectjes. En wat ook een hele leuke is, dat is deze. Die heeft dus een, die gaat niet rond erom, maar die ponst erin. Dus dan krijg je dit. Die haalt dus een hapje uit het papier. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, en dat is deze hoekpons. Ik heb even geen nummer. Maar dat zoeken we nog even voor jullie op. Nou, nou heb ik toch al best heel veel verteld vanavond over fasen. Morgen zijn er weer 3 live uitzendingen. En ik ben er morgenmiddag weer. En dan ga ik met alcoholinkt aan de slag. En als je zegt van zenuwachtig worden van een aantal kijkers. Nee. Maar een beetje zenuwachtig worden over mijn bedenksels met de alcoholinkt voor morgen. Dan zeg ik ja. Want ik heb iets bedacht dat ik denk van als me dat nog maar weer lukt in de live uitzending. Dus wie weet zie ik jullie morgen weer terug typen. Altijd leuk natuurlijk. En het komt allemaal weer op YouTube te staan. Dus je kan alles weer terugkijken. Mocht je het allemaal niet gered hebben. Ik ga deze nog afmaken. Vanavond denk ik niet meer. Maar dat bekijk ik nog even. Ik wens jullie in elk geval nog een fijne avond. Knutsel ze. En graag tot morgen tijdens ons paasfestival. Dag allemaal.